Ik vroeg mama of ik de Bijbel van papa mocht hebben. En mama zei: Oh ja, mama die leest de Bijbel, heeft het niet gelezen. En mijn zus ook niet. Ik zeg: Zal ik dan het einde voor je verklappen? Dit is het allerbelangrijkste boek wat je moet lezen. En het laatste deel heet Openbaringen. En dat is precies de tijd waar we nu in leven. En herinner je mijn laatste video? Dat ging over de slang in het paradijs, die Eva verleidde om de vrucht van de verboden boom te eten. In Openbaringen gaat het ook over Satan, maar dan is het een draak. Een zevenkoppig draak met 10 horens. En hij komt uit de zee. Maar eerst heeft die draak een gevecht in de hemel, omdat hij Jezus Christus wil vervolgen, omdat hij weet dat Jezus de enige zal zijn die het volk kan redden. Dus hij valt eerst Jezus zelf aan en dat gevecht dat verliest hij. En hij wordt teruggeworpen op aarde en zijn ene hoofd, zijn ene kop is gewond. En hij komt uit de zee en de wond van die kop wordt geheeld door Satan. En dan wordt er aan de mensen gevraagd, het volk wordt gevraagd, want ze zien dat als een groot wonder dat die wond weer geheeld is. Dat ze het merk van het beest moeten nemen en ze moeten hem aanbidden. En dat zal de tijd zijn dat christenen worden vervolgd en dat er voor ons een hele moeilijke tijd aankomt. En er staat: het werd een zware tijd voor allen die God lief hadden. Nu kwam het er voor hen op aan standvastig te blijven en te volharden in het geloof dat de eindoverwinning toch aan de Here Jezus zou zijn. Tegen de tijd dat Here Jezus Christus weerkomt, zal die haat tegen God zich weer duidelijker gaan tonen. De vijandschap van de Satan en zijn dienaren onder de mensen zal weer klaar aan het licht komen. Er zal eenmaal een mens optreden die duidelijk zal aan te wijzen zijn als werktuig van de duivel. En die noemen we Antichristus. Hij zal de knecht van de Satan zijn. Christus wil mensen tot kinderen van God maken, maar hij, de Antichrist, zal ze tot kinderen van de duivel trachten te maken. En de mensen moeten hem aanbidden en niet God. Het komt er voor ons allen op aan dat wij volharden in het geloof. Daarom zei de Heere Jezus toen hij nog op aarde was en over zijn weerkomst sprak: Die volharden zal tot het einde zal zalig worden. En een van de engelen had tegen Johannes gezegd: Schrijf in uw boek, zalig zijn de doden die in de Heere Jezus geloofd hebben en in dat geloof gestorven zijn. Ze zullen eeuwig bij hun heiland zijn. Al hun lijden en verdriet zullen daar vergeten zijn. Ze zullen van de Heere het genadeloon ontvangen voor alles wat ze voor zijn naam en zaak gedragen hebben. En er zal een nieuwe aarde en een nieuwe hemel komen. En de Heere God zelf zegt: Ik maak alle dingen nieuw. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Amen.